Morgen, het is vandaag zondag en we zijn voor ons hotel aan het wachten op een Uber, want we gaan weer richting Nederland vandaag. Het is wel snel gegaan, maar ik heb ook wel weer zin om naar huis te gaan eigenlijk. Maar Londen was echt tof. Ik kom hier wel terug, alleen als het wat minder koud is. Het voelt dit keer ook niet kut om naar huis te gaan. Nee, ik mis mijn kat ook heel erg, dus snel naar huis jongens. Nou, bij John moeten we hier nog een trein pakken naar de airport. En we zullen een beetje eten. We gaan hier even snel een broodje eten. We hebben allemaal gewonnen dingetjes onderweg eigenlijk. Want we hebben maar een kwartiertje om te eten. Gewoon even snel een broodje eten. Maar het ziet er wel goed uit eigenlijk. Oké jongens, snel even laten zien wat ik ga eten. Ik heb hier een panini-achtige iets met kip. We hebben fruit gekocht bij de trein en yoghurt, granola en wat is hierin eigenlijk? Yoghurt met bosbessen. Oh ja, bosbessen, granola, cappuccino, water, sapje. We gaan snel eten. We gaan het toch niet redden om hier te eten. Toch niet. Dus we gaan gewoon even lekker inpakken en rustig naar onze perron lopen. Ik ga wel even mijn cappuccino onderweg snel drinken. We zitten nu in de trein te eten. En ik zat tegen Lissie, haal de camera daar weg, want wie legt zijn camera nou daar neer? Ze zei, ja, ben je bang dat iemand hem jat of zo? Ik zeg, wat ga jij doen als Badr Hari nou je camera afpakt en gewoon zo weg? Wat zou je dan doen? Wie? Badr Hari. Man, je hebt Badr Hari, Badr Shari, man, je hebt. Ja, wat ga je doen dan? Goed, dan ga je ze overdracht. Je gaat niet eens vechten, want je weet dat je geen kans maakt. Ja, ik ga wel vechten, maar ik doe gekke dingen. Pak bij balzakken en zo gewoon trekken, je ogen eruit, oren bijten, gewoon alles. Je gaat gewoon zoals een bitch vechten, want je weet dat je geen kans maakt. Je pakt een andere man op bij zijn ballen. Goed schijntje. Dan ga je gewoon ballen zo. Trek zijn drankje. Laat me wel gewoon mijn broodje eten als je niet echt doet. Nu bij de airport. Is tegenover Nessie. En ik heb net even rozenlimonade gehaald. Het is echt lang geleden dat ik deze heb gehad. Sinds de zomer denk ik al niet. Maar dit is echt super lekker en verfrissend. Dus ga ik nu drinken. Ik heb echt heel leuke cadeautjes gekocht op de airport. Ik laat jullie even zien. Ik denk dat ik eentje gewoon voor mezelf hou. Kijk, ik heb deze tea gift gekocht. Het is echt zo leuk. Hier zit dus gewoon van het losse thee in. En ik vind het echt helemaal geweldig. Kijk, deze. Echt zo cute. Dit is dus ook een tea gift. En deze en die andere aan de linkerkant. Er zit ook losse thee in. En hier zit dus gewoon tea bags in. Hoe cute is dit? Ook gewoon voor thuis, weet je wel. Als je thee serveert om het zo hierin te doen. I love it. Vooral die tea bags. Nu moet ik alleen kiezen welke ik wil houden en welke ik aan Honey wil geven. Ik vind ze allemaal echt zo cute. Welke zullen jullie houden? Nes, welke zullen wij houden en welke moeten we aan Honey geven? De lelijkste houden we. Lelijkste houden we? Ik vind ze eigenlijk allebei heel erg leuk. Ja. Dus ik was gisteren bij de Breakfast Club en toen had ik deze parfum op en ik had zo'n kleintje gekocht van de Sephora. Er zijn vrouwen die ik echt heel erg lekker rook. En Steven wel melden. Dus ik dacht van, nou, ik ben toch op de airport. Ik ga gelijk deze parfum halen. En ik heb de 100 ml gehaald. En volgens mij is die even duur als in Nederland. Maar goed, ik wou deze gewoon heel graag. Ik ben nu even mijn mooiste foto's aan het selecteren die ik later ga bewerken voor Instagram. Ik heb een theetje besteld, maar kijk deze man, hij heeft alles besteld ook. Oh, je bent aan het filmen. Hij heeft lekker veel besteld, jongen. Hij heeft zelfs popcorn besteld. Wie bestelt popcorn in het vliegtuig? Wat zeg je? Wie bestelt dan popcorn in het vliegtuig? Het is gewoon lekker hoor. Je bent gewoon jaloers. Weet je dat? Nee, maar laat popcorn zien. Hey, popcorn. Laat zien. Netflix en chill. En we gaan nu naar Honey om onze katjes op te halen. En dan gaan we richting huis. En dan heb ik heel veel zin in. En ik ben vandaag lekker op de
zijn eindelijk thuis. Dienaar! Dienaar! Dienaar, kom. Kom maar. En kijk eens wie er is. Kijk hoe is het bek. Daar is Lira. Hoi mama. Oh, hoi baby, mag ik jou haaien? Oh, Lira heeft heel veel liefde nodig. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb net geparkeerd, want ik ga even bij Amada lunchen samen met Selma. En dan gaan we even een paar dingetjes bespreken. Ik ben echt trouwens heel erg laat wakker geworden vandaag. En ik heb even snel gedoucht en mezelf een beetje gefatsoeneerd. Dus mijn haar ziet er ook echt uit. Ik doe trouwens snel een paar mobiel aan, want delen ze echt snel boetes uit. Zo, ik heb echt zo'n lelijke puist hier. Ik heb net een soort van geluncht met Selma, want ik heb eigenlijk niet geluncht en zij wel. Want ik had echt gewoon totaal geen trek of zo. Ik had gewoon nergens zin in. En dan kan je beter niet eten, vind ik. Dus ik heb lekker 2 cappuccino's genomen en een water. Ik ben echt blij om te horen dat zij het eigenlijk ook heel erg slecht heeft gedaan. Want ja, ik begin gewoon helemaal weer opnieuw. En je ziet hoe ik het ga aanpakken in mijn vlogs. Ik ga zo straks pas, echt nu nog niet, ik heb gewoon geen trek, een salade eten. Ja, dat was het eigenlijk. En morgen is dus Salma uitgenodigd bij Fadim. En ze hebben mij ook uitgenodigd. Echt super gezellig. Maar Fadim zou dus dan voor ons lasagne maken. En Salma ging aan de telefoon dus overtuigen. Om in plaats van de lasagnebladeren aubergine te doen. En daar was Fadim het helemaal niet mee eens. Ik ben dus met Salma bij Amara Coffee. En zij is aan het facetimen met Fadim. En dan gewoon in plaats van die lasagnebladen doe je die aubergine of courgettebladen. Die laagjes, lasagnebladen. Snap je wat? Nee. En Selma wil geen lasagne van Fadim, maar... Lasagne met aubergine in plaats van deeg. Healthy girl. Ik moest echt lachen om hun gesprek. Er ging gewoon echt nergens over. Maar daar gaan we dus morgen naartoe. Daar heb ik eigenlijk ook wel zin in. Want ik had morgen echt niks te doen. Ik moet ook echt zwaar gaan tanken, jongens. Dus ik wou mijn auto wassen. Maar het is begonnen met regenen buiten, dus het heeft even geen zin. Ik ga nu even snel parkeren, want ik moet echt heel erg naar de wc. En daarna ga ik pas even mijn auto tanken. Ik heb letterlijk... Even kijken. Ik kan nog letterlijk 3 kilometer rijden. Ik zie iedereen nu ook zijn kerstboom opruimen. Mijn blijft nog even rustig een maandje hoor. Ik heb er echt helemaal geen zin in. En ik weet, als je hem weghaalt, is de sfeer echt zo niet leuk meer thuis. Niet te geloven. Oh mijn god. Ik moet het tank echt halen. Anders moet ik daar weer bij. Ik heb hier helemaal geen zin in vandaag. Ik heb het tank dus gelukkig gehaald. Ik ben nu weer thuis. Ik ga hierachter weer even allemaal opruimen. En ik heb even net in de auto ook een afspraak gemaakt voor... wat is dit joh? Ik heb net in de auto een afspraak gemaakt bij de ortho. Ik heb het gevoel alsof mijn spalk niet goed zit en alsof mijn tanden anders zijn gaan staan. Ik heb mijn lieve kindjes even snoepjes gegeven. Alleen deze eet het op en de andere denkt dat het een spelletje is. Inmiddels zit ik lekker op de bank. Heb ik de vaart gedaan. Ik ga zo even nog wel verder met opruimen. Ik heb nog genoeg te doen thuis. Kijk mijn dikke puis net. Kijk 1 keer. Maar is hij al wit? Als één iemand zegt... Oh nee, je mag hem niet uitknijpen. Laat me gewoon kijken. Nee. Als... Ik wil gewoon kijken. Ik ga hem niet aanraken. Nee! Ik ga kijken. Nee. Ik ben bijna op mijn tong door jou, hè. Hij is wel uitknijpbaar. Nee, je gaat hem... Nee, hij is nog niet wit. Doe het voor de vlak. Nee. Maar we hebben dus lekker geslapen. En we hebben nu wat besteld op thuis bezorgd. We gaan... lam eten. Met salades. Dat is eigenlijk wat we hebben besteld, hè? Ja. Heel simpel. Krijg je er rijst bij? Ja, ik kreeg er wel rijst bij. En zo'n sausje met okra. En lam. En ik ga die okra eten en Nancy gaat die lam eten. Zo, het is zo lelijk. Niet normaal. Super gezellig. Onze bestelling is binnen. Ik heb fattoush besteld. Tabbouleh. Okra en tomatensaus. Libanees brood. Rijst en lam. En Nessie heeft waarschijnlijk een geheime bestelling gedaan, want we hebben opeens baklava erbij gekregen. Oh, maar die mag niet meer eten. Waarom heb je deze besteld?
Dat is voor mij. Oh, oké. Okay. Ik wil die ook niet hoor. Arabische baklava, ik heb hem zo lekker. Zo, het is inmiddels best wel aan de late kant. En we staan op de bank een beetje tv te kijken. En hij is een beetje YouTube video's aan het kijken. Ik ga nu een lekkere cappuccino voor mezelf maken. Let niet op mijn lelijke huid. Wat ik ook nog even wil melden voordat ik mijn vlog ga afsluiten. Want dat heb ik nog niet gezegd in mijn vlogs. Is dat wij een citytrip weer hebben geboekt voor volgende week. Dus ik kijk er echt naar uit. Ik heb er echt heel veel zin in. En dit keer gaan we dan met vrienden. En het is echt, echt, echt een superleuke stad. Maar dat zien jullie dan wel. Ik wil het nog even melden. Ik ga nu even snel cappuccino voor mezelf maken. Lekker nog even veel water drinken. En dan gaan we lekker samen naar bed. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg!